Dinsdag 27 november maakte Hart van Rooij, Partij van de Arbeid, bekend niet langer meer als die partij verder te gaan. Het bestuur van de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid had te kennen gegeven zich te gaan beperken in alleen de bovenlokale activiteiten. Reden voor Hart van Rooij om als lokale partij verder te gaan. Naar aanleiding hiervan is onder andere ook het logo aangepast. Hoe het er dan uit gaat zien, vertelt fractievoorzitter Janneke van Vught, en zij had zelfs nog een bijzondere mededeling. Plaatsvervangend fractievoorzitter Janine Heisterkamp lichtte hierna de partijvisie toe. Nou, het is zo dat de Partij van de Arbeid besloten heeft dat zij met de lokale Rooise politiek stoppen. En dat wil dus zeggen dat wij als Hart van Rooij zelfstandig nu verder gaan. Wij hadden een lijstverbinding met twee aparte besturen. En ja, goed, één bestuur heeft nou aangegeven dat het te veel wordt en dat ze... rustig aan gaan doen. En daar bleek dus uit dat wij dus als Hart van Rooij zelfstandig de raad ingaan. Ik denk zeker dat Hart van Rooij als lokale partij, hè, met het gedachtegoed wat we hebben, en het gedachtegoed wat heel goed aansloot bij PvdA, maar wat wij zelfstandig ook uit kunnen dragen, dat wij daarin wel inderdaad een factor zijn om rekening mee te houden. Ik ben Janneke van Vught, fractievoorzitter van Hart van Rooij. En op of omstreeks 9 februari hoop ik te bevallen en hopen mijn man Paul en ik ons eerste kindje te krijgen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk, heel erg spannend. Maar het betekent ook dat ik mijn werk als raadslid tijdelijk neer moet leggen. En ik heb de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, heb ik verzocht om tijdelijk ontslag met ingang van 7 januari aan mij te verlenen voor de duur van 16 weken. En Janine zal mijn taken in die periode overnemen als fractievoorzitter. En ik zal ook de burgemeester verzoeken, zodat hij de voorzitter van het stembureau kan verzoeken voor mijn vervanging voor die 16 weken. En ik heb Rick Compagne naar voren gedragen. Die is nu commissielid, niet raadslid voor onze fractie, voor onze partij. En hij heeft ja gezegd. En als de gemeenteraad het goedkeurde, zal hij mij gedurende die 16 weken vervangen. En kan ik mij gaan richten op ons gezinnetje. Het is echt een heel uitzoekwerk hoe dat allemaal werkt in de kieswet. En ik heb gelukkig hulp gekregen van een geweldige griffier in Sint-Oederode. Dus die heeft het me helemaal uitgelegd hoe het zit. Ja, het is eigenlijk de meest logische beslissing. En hij voelt gewoon heel erg goed. Janine zal mijn taken meer dan goed overnemen. En ook in Rick heb ik ontzettend veel vertrouwen.